als jij opstaat en met een bepaald gevoel van ik ben moe, hè, ik heb nu net een kind gekregen, dus ik ben best wel vaak moe. Maar dan zet ik mezelf echt klaar voor de dag. Dus dan doe ik bepaalde oefeningen, natuurlijk een meditatie of een dankbaarheidsoefening, die me helpen om mijn check te krijgen voor vandaag. Daarmee kom ik in een hartfrequentie, daarmee word ik positiever, daarmee ben ik aardiger naar de mensen om me heen, daarmee gaat alles gewoon in het universum werken. Zo voelt het gewoon, weet je. Mensen, ik bedenk iets en diegene mailt mij. Zo heb ik jou toch ook ooit leren kennen. Ja. Ik had bedacht, ik wil meer spiritueel verdiepen. Ik heb iemand nodig die niet helemaal een soort van een oud iemand die helemaal ergens anders vandaan komt, maar iemand van hier, maar die me wel dingen kan leren. Ik wil gewoon een spiritueel teacher. En echt waar, een dag later, Marieke van Meijeren. Die stuurt mij een e-mail. Hallo, ik begin met de bewustzijnsschool. Ja. Jij doet ook dingen met bewustzijn. Nou, zo heb ik heel veel dingen, heel veel situaties in mijn leven. Trek ik op die manier mensen aan. Situaties, werk, geld, van alles. En dat ik geloof, dat komt bij mij echt vanuit, eerst jezelf check, je geeft liefde aan een ander. En dat werkt zo door. Dat werkt in alles. En ook in negatieve situaties. Ja.